Yo mensen van Huikleven, Leo Jansen, we hebben bij Gloed, nieuwe aflevering van mijn uitdaging. Het is nu weer zaterdag, of nou, in principe, technisch gezien, is het zondag officieel. Dus het is nu 32 minuten zondag. Nee, maar ik was vergeten om een video op te nemen over mijn uitdaging. Want ik moest het huis even nog schoonmaken voordat mijn ouders terugkwamen. En dus dat heb ik gedaan en ben toen daarna gewoon vergeten. Maar ik ga het kort houden. Ik ben in het is nu weer een week later. En ik ben van de 90 kilo en de 104 centimeter naar de 88,8 kilo en de 100 centimeter. Dus qua centimeters heb ik het al bereikt. Mijn doel is om van de 115 centimeter nog maar 100 over te hebben. Ik hoop dat dat lukt. En ja, 25 kilo. Maar ik denk niet dat het me gaat lukken. Maar ik hoop het wel. Ik zit nu op de, voor mij bijna 12 kilo. Ja, iets minder. Iets minder. Ik ben al bijna iets minder dan 12 kilo afgevallen. Dus daar ben ik heel blij mee. Beginnen is er in ieder geval. Maar voor de rest wil ik het volgende zeggen. Er zit nog een hittegolf aan te komen. In mijn kamer is het nu tenminste lekker koel. Alles staat nu aan. Ik slaap lekker weer voor het eerst in bijna 3 weken weer boven. Ik heb hier een ventilator staan. Ik heb hier ook een ventilator. Dus ik overleef het wel. En ik ga proberen om zondag en maandag echt heel veel video's op te nemen. Want ik had het al eerder gezegd dat ik vooruit wilde gaan werken. Maar ik ben niet verder gekomen dan 1 video. Dus ik wil nu meer video's proberen op te nemen. Ik neem ook weer bovenop. Jullie zien gewoon weer mijn prikbord. Yeah. Maar ik ga nu gewoon weer boven opnemen. En dan probeer ik zoveel mogelijk video's vooruit te werken. Maar ja, mensen. Ik zie jullie volgende week weer bij een gloednieuwe video van mijn uitdaging. En we gaan er gewoon voor. Hè. Volgende week komt er weer een hittegolf. En ik weet niet hoe lang die gaat duren. Maar ik hoop minder erg dan deze. Maar mensen. Ik zeg. Doe dat duimpje. Doe die abonneerknop en ook dat belletje, want dat moet tegenwoordig. En ik zeg, mensen, fijne avond.